Universiteit Groningen. In 1871 werd Aletta toegelaten bij de RUG als eerste vrouwelijke student. Maar ze werd nog niet ingeschreven. Ze moest daarvoor eerst een aantal examens nog doen. Dus de druk, de prestatiedruk was hoog. Maar dat lukte haar. En in maart 1872, dus precies 150 jaar geleden, kwam het verlossende woord dat ze zich echt mocht inschrijven. En dat verlossende woord kwam van de toenmalige minister-president Thorbecke. En die deed dat op zijn sterfbed. Maar daarmee was de prestatiedruk voor Aletta nog niet achter de rug. Want alles wat ze deed werd op de voet gevolgd. Dus ze moest ook echt laten zien dat ze het waard was als eerste vrouwelijke student. Dus toen ze in november dat jaar haar examens wiskunde en natuurkunde haalde, toen stond dat breed uitgemeten in de krant, stel je voor. En twee jaar later volgde hetzelfde toen ze haar anatomie-examen haalde. Dus het is voor die reden natuurlijk dat wij Aletta heel erg eren. Ik denk dat Aletta voor ons laat zien dat wij een universiteit zijn waar iedereen welkom is. En dat zijn we al sinds 1614, een open academic community. Maar ook dat als je iets wil bereiken, je er ook keihard voor moet werken, wat Aletta heeft gedaan. Maar dat je ook gewaardeerd wordt voor je prestaties. Dus Aletta is op dit moment een rolmodel hier in Groningen, in Nederland, maar ook in het buitenland. En wat heel erg leuk is, is dat de Biennale van Venetië, die in april met haar 59e kunstmanifestatie start, een ode brengt aan 213 vrouwen, waaronder Aletta Jacobs. Dus zij is ook een rolmodel in het buitenland. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat we ons rolmodel ook eren. We doen dat iedere twee jaar met de Aletta Jacobsprijs. En daarmee eren we een andere vrouw die ook een grote inspiratiebron voor velen is. En ik geef nu graag het woord aan Arjen Dijkstra. Nadat Aletta Jacobs was gaan studeren in Groningen, werd ze in 1879 de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Ze ging zich inzetten voor de gezondheid van vrouwen. En dat deed ze op allerlei manieren, onder andere door een kliniek speciaal voor vrouwen op te richten. Aan het eind van de 19e eeuw, in 1898, publiceerde ze dit boekje over het vrouwelijk lichaam. Het is een populaire schets, bedoeld voor een breed publiek met, en dat vind ik echt ontzettend bijzonder, tril er een beetje van, achterin staat een uitklapvel, een soort pop-up van het vrouwelijke lichaam met alle organen specifiek aangegeven. Aletta Jacobs was hiermee haar tijd ver vooruit. Ze was een wetenschapscommunicator eigenlijk. En daarmee nog steeds een inspiratie voor de huidige generatie artsen. De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobsprijs uit. Ze doet dat sinds 1990, mede op initiatief van professor Erik Bleumink, destijds voorzitter en rector magnificus. Nou, met die prijs eert de universiteit Aletta Jacobs. Zij was niet alleen de eerste vrouwelijke student, maar zij heeft zich eigenlijk ook haar hele leven ingezet voor arbeidsomstandigheden van vrouwen, leefomstandigheden van vrouwen, maar bijvoorbeeld natuurlijk ook voor het vrouwenkiesrecht. Nou, die prijs gaat altijd naar een vrouw. Die een academische opleiding heeft en die zich in heeft gezet, nationaal en of internationaal, voor vrouwenemancipatie. De winnaars van de afgelopen jaren waren onder andere Khadija Ariep, Els Borst, Riek Bakker, Lilian Gonsalves en ook Gunilla Kleiverda. En dat laatste is wel heel erg leuk. Zij kreeg de prijs in 1998 en in 2001 was zij ook betrokken bij de oprichting van Women on Waves, waar Rebecca Gompers onder andere vandaag die prijs voor krijgt. Nou, Rebecca Gompers krijgt de prijs vandaag voor haar inzet voor abortusrechten en voor haar inzet eigenlijk voor de veilige en legale toegang van vrouwen tot abortus over de hele wereld. Nou, wat jullie straks gaan zien is een compilatie van een film uit 2014, Wessel geheten, waarin eigenlijk zij wordt gevolgd bij haar activiteiten voor Women on Waves en het geeft een mooie indruk eigenlijk van haar indrukwekkende strijd. It all started when I was working with Greenpeace as a ship's doctor in countries where abortion was illegal. I'd seen a lot of women brought in severely bleeding or in shock because of illegal abortions. I realized that there is a connection between the law and the fact that women are dying. I could not observe that and just let it happen.
How could we create a space where the only permission a woman needs is her own? At one point, the captain of the Greenpeace ship said, if you had a Dutch ship, you could take women on board and sail to international waters and legally help them with a safe abortion. So I decided to investigate that. And that is how Women on Waves started. Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! Welcome! 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 Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! The Polish women's groups had warned us that there is a very well-organized anti-abortion movement. But I had never dealt with this kind of aggression. Ecuadorian youth group used much more subversive strategies in reaching out to women. And we hadn't worked with that before. It boosted a whole creative approach to how can you get the information to women. And that is very interesting and very exciting. So Women on Web was created, a separate sister organization to Women on Waves. Women on Web is an online service where a woman can request a medical abortion. She takes an online consultation with a doctor, and then a package with the abortion pills is sent by post to her home address. Special trained volunteers then help her through the process of taking the pills via email. We have been able to find the legal loopholes to make this possible. Medical abortion is a major political power in hands of women. That's why it is considered a revolution. It's as simple as this. The government could have stopped the ship, but will never be able to stop the internet. We are now targeting places in the world where the laws are deeply embedded, and it's too dangerous to do publicity campaigns. So we go in quietly and train people directly. Also, we taught them how women can do an abortion themselves with the same pills, and they were flabbergasted that there was actually the possibility to do a safe abortion with the medicine. After the training, besides continuing to train other people, they set up a pharmacy that sells misoprostol and that continues to work till today. This is about taking responsibility and about taking power over one's own life. I don't think women are so scared to do that, actually. It might be that the world is scared of women that are doing that. If you empower women themselves to do medical abortions, it will undermine this kind of legal construct that the anti-abortion groups are putting in place. But it means that you have to have trust in individual women. Women will make it happen. Women will take control over this. Salud, mujeres. Buenas noches. ¿Cómo te podemos ayudar?
We staan hier bij het borstbeeld van Aletta Jacobs. Misschien wel de meest beroemde student van de Universiteit Groningen. In 1871 werd Aletta toegelaten bij de RUG als eerste vrouwelijke student. Maar ze werd nog niet ingeschreven. Ze moest daarvoor eerst een aantal examens nog doen. Dus de prestatiedruk was hoog. Maar dat lukte haar. En in maart 1872, dus precies 150 jaar geleden, kwam het verlossende woord dat ze zich echt mocht inschrijven. En dat verlossende woord kwam van de toenmalige minister-president Thorbecke. En die deed dat op zijn sterfbed. Maar daarmee was de prestatiedruk voor Aletta nog niet achter de rug. Want alles wat ze deed werd op de voet gevolgd. Dus ze moest ook echt laten zien dat ze het waard was als eerste vrouwelijke student. Dus toen ze in november dat jaar haar examens wiskunde en natuurkunde haalde, toen stond dat breed uitgemeten in de krant, stel je voor. En 2 jaar later volgde hetzelfde toen ze haar anatomie-examen haalde. Dus het is voor die reden natuurlijk dat wij Aletta heel erg eren. Ik denk dat Aletta voor ons laat zien dat wij een universiteit zijn waar iedereen welkom is. En dat zijn we al sinds 1614, een open academic community. Maar ook dat als je iets wil bereiken, je er ook keihard voor moet werken, wat Aletta heeft gedaan. Maar dat je ook gewaardeerd wordt voor je prestaties. Dus Aletta is op dit moment een rolmodel hier in Groningen, in Nederland, maar ook in het buitenland. En wat heel erg leuk is, is dat de Biennale van Venetië, die in april met haar 59e kunstmanifestatie start, een ode brengt aan 213 vrouwen, waaronder Aletta Jacobs. Dus zij is ook een rolmodel in het buitenland. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat we ons rolmodel ook eren. We doen dat iedere 2 jaar met de Aletta Jacobsprijs. En daarmee eren we een andere vrouw die ook een grote inspiratiebron voor velen is. En ik geef nu graag het woord aan Arjen Dijkstra. Nadat Aletta Jacobs was gaan studeren in Groningen, werd ze in 1879 de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Ze ging zich inzetten voor de gezondheid van vrouwen. En dat deed ze op allerlei manieren, onder andere door een kliniek speciaal voor vrouwen op te richten. Aan het eind van de 19e eeuw, in 1898, publiceerde ze dit boekje over het vrouwelijk lichaam. Het is een populaire schets, bedoeld voor een breed publiek met, en dat vind ik echt ontzettend bijzonder, tril er een beetje van, achterin staat een uitklapvel, een soort pop-up van het vrouwelijke lichaam. Met alle organen specifiek aangegeven. Aletta Jacobs was hiermee haar tijd ver vooruit. Ze was een wetenschapscommunicator eigenlijk. En daarmee nog steeds een inspiratie voor de huidige generatie artsen. De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de 2 jaar de Aletta Jacobsprijs uit. Ze doet dat sinds 1990, mede op initiatief van professor Erik Bleumink, destijds voorzitter en rector magnificus. Nou, met die prijs eert de universiteit Aletta Jacobs. Zij was niet alleen de eerste vrouwelijke student, maar zij heeft zich eigenlijk ook haar hele leven ingezet voor arbeidsomstandigheden van vrouwen, leefomstandigheden van vrouwen, maar bijvoorbeeld natuurlijk ook voor het vrouwenkiesrecht. Nou, die prijs gaat altijd naar een vrouw. Die een academische opleiding heeft en die zich in heeft gezet, nationaal en of internationaal, voor vrouwenemancipatie. De winnaars van de afgelopen jaren waren onder andere Khadija Ariep, Els Borst, Riek Bakker, Lilian Gonsalves en ook Gunilla Kleiverda. En dat laatste is wel heel erg leuk. Zij kreeg de prijs in 1998 en in 2001 was zij ook betrokken bij de oprichting van Women on Waves, waar Rebecca Gompers onder andere vandaag die prijs voor krijgt. Nou, Rebecca Gompers krijgt de prijs vandaag voor haar inzet voor abortusrechten en voor haar inzet eigenlijk voor de veilige en legale toegang van vrouwen tot abortus over de hele wereld. Nou, wat jullie straks gaan zien is een compilatie van een film uit 2014, Wessel geheten, waarin eigenlijk zij wordt gevolgd bij haar activiteiten voor Women on Waves. En het geeft een mooie indruk eigenlijk van haar indrukwekkende strijd. It all started when I was working with Greenpeace as a ship's doctor in countries where abortion was illegal. I'd seen a lot of women brought in severely bleeding or in shock because of illegal abortions. I realized that there is a connection between the law
and the fact that women are dying. I could not observe that and just let it happen. How could we create a space where the only permission a woman needs is her own? The captain of the Greenpeace ship said, if you had a Dutch ship, you could take women on board and sail to international waters and legally help them with a safe abortion. So I decided to investigate that. And that is how Women on Waves started. Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! Welcome! 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 Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! Welcome, Nazi! The Polish women's groups had warned us that there is a very well-organized anti-abortion movement. But I had never dealt with this kind of aggression. Ecuadorian youth group uses much more subversive strategies in reaching out to women. And we hadn't worked with that before. It boosted a whole creative approach to how can you get the information to women. And that is very interesting and very exciting. So Women on Web was created, a separate sister organization to Women on Waves. Women on Web is an online service where a woman can request a medical abortion. She takes an online consultation with a doctor, and then a package with the abortion pills is sent by post to her home address. Special trained volunteers then help her through the process of taking the pills via email. We have been able to find the legal loopholes to make this possible. Medical abortion is a major political power in the hands of women. That's why it is considered a revolution. It's as simple as this. The government could have stopped the ship, but will never be able to stop the internet. We are now targeting places in the world where the laws are deeply embedded, and it's too dangerous to do publicity campaigns. So we go in quietly and train people directly. Also, we taught them how women can do an abortion themselves with the same pills, and they were flabbergasted that there was actually the possibility to do a safe abortion with the medicine. After the training, besides continuing to train other people, they set up a pharmacy that sells misoprostol, and that continues to work till today. It's about taking responsibility and about taking power over one's own life. I don't think women are so scared to do that, actually. It might be that the world is scared of women that are doing that. If you empower women themselves to do medical abortions, it will undermine this kind of legal construct that the anti-abortion groups are putting in place. But it means that you have to have trust in individual women. Women will make it happen. Women will take control over this.
Salud, mujeres. Buenas noches. ¿Cómo te podemos ayudar? Maar je mag blijven staan. Geachte Rebecca Gompert, familie en vrienden. Leden van het college van bestuur. Laureaten van de Alette Jacobsprijs. Onze sprekers van vandaag, Birgit Toebes en Hazal Atai. De muzici van het Prins Klaus Conservatorium. Studenten en medewerkers van de RUG. En alle overige gasten, hier en ook online. Van harte welkom bij deze feestelijke bijeenkomst in onze prachtige aula.
Wat ontzettend fijn om vanaf dit spreekgestoelte te kunnen genieten van allerlei opgewekte en verwachtingsvolle gezichten. Daar hebben we lang op moeten wachten. In 2020 was de uitreiking van de Alette Jacobsprijs aan Khadija Ariep het laatste grote evenement aan de Rijksuniversiteit Groningen, wat nog doorgaan kon vinden. En nu, precies 2 jaar later, is deze uitreiking de eerste bijeenkomst zonder beperkende coronamaatregelen. Alsof het virus rekening hield met het belang van de Alette Jacobsprijs. Dus het is heel goed dat u hier allemaal bent en dat doet heel erg recht aan dit bijzondere karakter van deze uitreiking. Wie hier vandaag voor het eerst is in deze aula, wijs ik graag op de fraaie gedenkramen aan uw linkerzijde. En in het bijzonder aan de vrouw in het tweede raam van onderen, in het rode gewaad met de uitgestoken arm. Inderdaad, het is onze pionier aan wie wij ons samen zijn hier in deze aula vanmiddag te danken hebben. Alette Jacobs. Want vandaag, op Internationale Vrouwendag, reikt de Universiteit Groningen traditiegetrouw eenmaal in de 2 jaar haar Alette Jacobsprijs uit. Op die manier eert de rug vrouwen die zich buitengewoon verdienstelijk maken op het terrein van de emancipatie. Extra bijzonder is dat de laureaten van dit jaar zich op dezelfde gedreven en inspirerende wijze inzet voor gezondheidsrechten van vrouwen als Alette Jacobs in haar tijd. Het is voor mij dan ook een grote eer om de oorkonde van die prachtige erkenning straks officieel te mogen overhandigen aan jou, Rebecca. Vanwege jouw niet aflatende en mondiale strijd voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen wereldwijd. Het belang van jouw inzet is niet te onderschatten. Wereldwijd zien we op dat vlak nog altijd zeer tegenstrijdige ontwikkelingen. Versoepelingen zoals die 2 weken geleden in Colombia werden aangekondigd, versus strengere abortuswetgeving in verschillende Amerikaanse staten. Dat de strijd ook in het hedendaagse Nederland nog lang niet gestreden is, bewijzen de Kamerdebatten en voorgestelde wetswijzigingen van vorige maand. Ruim 2/3 van de Tweede Kamer stemde toen in met het voorstel om de verplichte 5 dagen bedenktijd voorafgaand aan een abortus te schrappen. Een zwaarwegend voorschrift dat reeds bij invoering van de abortuswet door tegenstanders van de verplichte bedenktijd als onnodig bevoogdend werd gezien. Niettemin duurde het liefst 40 jaar om de bedenktijd van tafel te krijgen. Onder voorbehoud dat de Eerste Kamer straks ook akkoord gaat. Dus laten we nog niet te vroeg juichen. De Kamer hield bovendien recent pas een eerste debat over betere toegang tot de abortuspil via de huisarts. Het toont eens te meer aan. Het pad dat de vrouw daar in het glas in loodraam voor ons effende, is nog niet voltooid. Alette Jacobs wees ons de weg, maar we zijn er nog niet. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op hedendaagse Aletta's. Zoals ons stralend middelpunt van vanmiddag, Rebecca Gomperts. En zoals we gisteravond ook hebben kunnen ervaren in een inspirerende collegetour. Maar graag wijs ik ook op minder in het oog springende voorvechters. Zo las ik in de voorbereiding op deze uitreiking de samenvatting van het proefschrift Abortion, Health and Gender Stereotypes van onze promovenda Lucia Berro Pizzarossa. Zij concludeerde 3 jaar geleden dat de heersende juridische benadering van abortus fundamenteel anti-abortus is. Zelfs in een liberale setting mogen vrouwen alleen abortus ondergaan met toestemming van het staatsapparaat en met verplichte betrokkenheid van 1 of meer artsen en andere professionals. Abortus, concludeerde Pizzarossa, is in het maatschappelijk discours in zekere zin altijd verkeerd. Het onderzoek van Berro Pizzarossa werd destijds begeleid door 2 hoogleraren van onze faculteit rechtsgeleerdheid, Marcel Brus en Birgit Toebes, die zometeen als onze eerste spreker is. Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in het internationale perspectief, zal een lezing geven over abortus als mensenrecht. Vervolgens is het spreekgestoelte voor Hazal Attai, Outreach Coordinator at Women on Web, die ons meer zal vertellen over deze door Rebecca Gomperts opgerichte online hulpdienst voor vrouwen in landen waar geen veilige abortusmogelijkheden zijn. De titel van haar voordracht is
making waves, blowing wind, ensuring safe abortion access worldwide. En daarna is het tijd voor muziek. Diana Acosta Cruz van het Prins Klaus Conservatorium zal Thin Air van Calliope Tsoupaki ter gehore brengen. Rebecca koos voor deze muziek omdat Tsoupaki Thin Air gecomponeerd heeft aan het begin van de coronapandemie. Als een ode aan compassie en solidariteit. En daar gaat het werk van Rebecca ook over. Na de muziek gaan we over tot de daadwerkelijke uitreiking van de Alette Jacobsprijs. Maar nu eerst Birgit Toebes. Geachte aanwezigen, wij komen vandaag bijeen voor de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs aan Rebecca Gomperts. Dit is een prachtig gebaar. Ik wil het met u hebben over abortus als mensenrecht, over het recht op abortus. Bestaat er een recht op abortus? Hebben we zo'n recht? De Verenigde Naties heeft sinds de Tweede Wereldoorlog geleidelijk een reeks mensenrechtenverdragen aangenomen. Die verdragen beschermen de waardigheid van ons als mens. En die waardigheid vertaalt zich onder meer in de bescherming van onze privacy, onaantastbaarheid van ons lichaam, onze gezondheid, waarden die van belang zijn als het gaat om toegang tot abortus van vrouwen. Maar nergens in die verdragen zien wij een expliciet recht op abortus. Het Vrouwenverdrag uit 1979 bijvoorbeeld heeft het over een recht op zorg voor en rond de bevalling, maar niet over een recht op abortus en toegang tot contraceptie. Ten tijde van het opstellen van dit verdrag was dat te controversieel en nog steeds ligt het natuurlijk moeilijk in veel delen van de wereld. Wat wij wel zien in deze verdragen is een aantal rechten die de basis vormen voor toegang tot abortus. Het recht op leven, het recht op gezondheid en ik noemde het ook al het recht op privacy van vrouwen. Dus een belangrijke vraag is in hoeverre deze rechten dan de toegang tot abortus garanderen. Even een klein stapje terug. Op internationaal niveau lag de nadruk lange tijd op bevolkingsbeperking, fertiliteitscontrole, voorbehoedsmiddelen, die zouden er zijn om de bevolkingsgroei in toom te houden en niet om de reproductieve rechten van vrouwen en mannen uit te drukken. Zo was de gedachte. Geleidelijk is de nadruk meer komen te liggen bij de autonomie van de vrouw en haar zeggenschap over haar lichaam. Een keerpunt op internationaal niveau was de internationale conferentie over bevolkings- en ontwikkelingsvraagstukken. Die vond plaats, georganiseerd door de Verenigde Naties in 1994 in Cairo. Dit congres zette met een definitie reproductieve gezondheid op de kaart. Ik wil die definitie even aan u voorlezen. Mijn studenten smullen hiervan. Reproductive health implies that people are able to have a safe and satisfying sex life and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. U kunt zich voorstellen dat deze tekst uit 1994 een doorbraak was. Abortus wordt ook meerdere malen in dit stuk genoemd. Het mag aan de ene kant geen verkapt middel zijn voor contraceptie, maar onveilige abortus moet tegelijkertijd voorkomen worden. Geleidelijk ook is er meer beweging gekomen in het mensenrechtendiscours. Dat is gaan benadrukken dat het recht op leven, privacy, gezondheid, vooral de vrouw beschermen. Er is via deze rechten steeds meer erkenning van een recht op abortus. Onder voorwaarde dat wel, maar de Verenigde Naties en ook bijvoorbeeld de Raad van Europa benadrukken in deze context steeds meer de rechten van de vrouw. We kunnen dus zeggen dat er sinds de Tweede Wereldoorlog geleidelijk meer gewicht is toegekend aan de rechten van de vrouw en minder aan die van de foetus. Dan kom ik bij 2019, een hele belangrijke mijlpaal wat mij betreft. Het belangrijkste verdragscomité van de Verenigde Naties, het Human Rights Committee, nam een zogenaamd General Comment aan. Sorry, een beetje technisch dit. Het is een uitleg van het recht op leven als mensenrecht, zoals dat verwoord staat in het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten. Dit General Comment is geen juridisch bindende tekst, maar wel uiterst gezagshebbend,
Wat betekent dat ook wetgevers, rechters deze tekst serieus moeten nemen. Het is een compromistekst tussen landen en het is dus niet echt een coherente tekst. Ik wil de belangrijkste citaten aan u voorleggen omdat ik denk dat het een doorbraak is en omdat ik denk dat dit goed laat zien waar we nu staan internationaal. Ik ga het samenvatten in 7 punten en ik begin bij punt 1. Punt 1 is: maatregelen om abortus te reguleren mogen het recht op leven van de vrouw, haar fysieke en mentale gezondheid en haar privacy niet in gevaar brengen en zij mogen vrouwen niet discrimineren. 2. Landen moeten veilige abortus bieden als het leven van of de gezondheid van vrouwen in gevaar is. Zeker als het gaat om incest of als de foetus niet levensvatbaar is. 3. Landen moeten ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes niet gebruik hoeven te maken van onveilige abortus. 4. Het criminaliseren van vrouwen, dit lijkt me een belangrijke, die een abortus ondergaan of degene die de abortus uitvoeren, is ongewenst. Ten vijfde, landen moeten barrières wegnemen die ervoor zorgen dat vrouwen feitelijk geen toegang hebben tot abortus. Bijvoorbeeld als te veel artsen zich beroepen op gewetensbezwaren. 6. Landen moeten zorgen voor informatie over contraceptie en voorkomen dat vrouwen gestigmatiseerd worden als ze een abortus ondergaan. Ten zevende en tenslotte, landen moeten zorgen voor adequate zorg na een abortus. Beste aanwezigen, deze dwingende uitleg van de Verenigde Naties uit 2019 is een doorbraak. Deze interpretatie van het recht op leven van vrouwen betekent dat vrouwen een recht op abortus hebben in veel omstandigheden. Dit recht op abortus, zo ga ik het nu noemen, zoals dat internationaal bestaat, biedt een mooi kader. Mensenrechten worden ook wel gestolde ethiek genoemd. Zij bieden een juridisch bindend kader waaraan wetten moeten voldoen. Overheden hebben de juridische verplichting om mensenrechten te vertalen naar wetgeving en beleid. En als onze rechten in het geding zijn, dan zijn er consequenties. Wij kunnen de overheid ter verantwoording roepen en naar de rechter stappen of naar een internationale instantie. Onze wetten zijn niet per se rechtvaardig. We weten allemaal dat in veel landen de abortuswetten de toets der mensenrechten niet doorstaan. Nog altijd hebben vrouwen overal ter wereld geen toegang tot veilige abortus. We kennen allemaal de beelden uit Polen, waar sinds eind 2020, sinds de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof, een nog strengere abortuswet van kracht is. Vrouwen mogen nu alleen nog maar abortus plegen als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting of als het leven van de vrouw in gevaar is. De foetus moet nu onder alle omstandigheden beschermd worden. Nergens zien wij hier een erkenning van het recht op leven en van het recht op gezondheid van vrouwen. Tragisch dat dit gebeurt en zo dicht bij huis. Maar laten we vooral niet zelfgenoegzaam zijn en ook de blik op Nederland werpen en kritisch blijven kijken naar wat hier gebeurt. In Nederland werd in 1981 de wet afbreking zwangerschap aangenomen. Er ging een lange strijd aan vooraf in Nederland en in Europa. Ter illustratie van die tijd verwijs ik naar de Franse filosoof Simone de Beauvoir, over wie recent een mooie biografie verscheen. Ook zij voerde in de jaren 60 en 70 campagne voor een recht op contraceptie en abortus. Treffend schreef zij: hoe kun je in de huidige economische omstandigheden werken aan een carrière, een gelukkig gezinsleven, kinderen met vreugde opvoeden, de maatschappij van dienst zijn en zelfontplooiing bereiken, als de verpletterende last van een nieuwe zwangerschap je op elk moment kan overvallen? De abortuswet uit 1981 was een mijlpaal, maar is ook een kwetsbaar goed. De maatschappelijke discussie over abortus lijkt de afgelopen jaren weer op te laaien. We zien bijvoorbeeld meer anti-abortus demonstraties. Ook is het belangrijk om deze wet steeds kritisch te blijven zien vanuit het tijdsgewricht waarin wij leven. Voldoet die wet nou nog wel in het licht van recente inzichten en ontwikkelingen? Van 2015 tot 2019, en het is al genoemd, begeleide ik een Uruguayaanse promovenda, Lucia Berro Pizarrosa, over het recht op abortus. Haar boodschap was: decriminaliseren, demedicaliseren
en de-stereotyperen. Bezien door die bril valt er in Nederland ook nog wat te winnen. Als het gaat om decriminaliseren, dan moeten wij constateren dat onze abortuswet nog steeds in de sfeer van het strafrecht ligt. Volgens die wet is zwangerschapsafbreking strafbaar, tenzij voldaan aan bepaalde in het wetboek van strafrecht opgenomen voorwaarden. Vanuit het oogpunt van decriminaliseren is onze wet dus voor verbetering vatbaar. Ook het demedicaliseren is een punt van aandacht in Nederland. We hebben sinds geruime tijd de abortuspil, een set van twee pillen die vrouwen tot de 9e week van een abortus kunnen nemen. Deze pil staat inmiddels op de lijst van essentiële medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat zegt wel wat. We kunnen wel spreken van een revolutie voor vrouwen, omdat vrouwen in een vroeg stadium van de zwangerschap een abortus ondergaan met medicatie. Maar in Nederland lopen wij achter, en het is ook al genoemd, als het gaat om het voorschrijven van die pil. De abortuspil kan, zoals het er nu voor staat, uitsluitend voorgeschreven worden in een kliniek of ziekenhuis. Er ligt een initiatiefvoorstel in de Kamer om de huisarts ook de mogelijkheid te geven om de abortuspil voor te schrijven. Dit lijkt vanuit het oogpunt van demedicaliseren een goede zaak. Maar we moeten ook verder denken. Innovatief blijven denken. Wat te denken van het direct beschikbaar stellen van deze pil via de apotheek en het systematisch aanbieden van de abortuspil via telemedicine. En wat voor begeleiding kun je daar vrouwen bieden buiten de medische sfeer? Demedicaliseren dus. Ten derde, de-stereotyperen. Berro Pizzarossa omschrijft hoe abortuswetgeving wereldwijd stereotypen weerspiegelt, doordat deze wetgeving vaak de capaciteiten, wensen en omstandigheden van vrouwen miskent en vrouwen hun keuzevrijheid en hun reproductieve rechten ontneemt. In dit licht moeten we de vereisten die in abortuswetten zijn vastgelegd kritisch blijven bezien en ons afvragen of die soms onnodige barrières opwerpen. Neem de 5 dagen bedenktijd die vrouwen in Nederland nog steeds moeten nemen voor zij een beslissing moeten nemen. Als je vrouwen serieus neemt, dan geef je ze de ruimte om zelf te bepalen wanneer ze die beslissing nemen en zet je ze niet in de wacht. In dit opzicht is er wel goed nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het afschaffen hiervan en het wachten is nu op een beslissing van de Eerste Kamer. Maar al met al kunnen we in Nederland ook niet op onze lauweren rusten. Er is nog het een en ander te bevechten en dat vergt een voortdurende inspanning. Tot zover het recht op abortus en de abortuswetgeving. Rechten en wetten zijn slechts woorden op papier. Uiteindelijk komt het erop aan dat vrouwen in de praktijk rechten hebben. In dit geval toegang tot abortus. Op het platteland in Polen, in de sloppenwijken in Kenia, in de achterstandswijk in Rotterdam en eigenlijk overal. Het moeilijkste is om rechten om te zetten naar werkelijkheid, om ervoor te zorgen dat rechten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Als jurist werkzaam in de wetenschap sta ik aan de zijlijn en ik kijk toe hoe anderen dat realiseren. Het is daarom dat ik zo'n bewondering heb voor Rebecca Gompertz. Omdat zij decennia lang gestreden heeft voor de toegang tot abortus in de praktijk. Ondanks weerstand, kritiek, belediging, bedreiging wellicht, misschien zelfs aan het adres van haar gezin, heeft zij haar rug recht gehouden en ervoor gestreden dat heel veel vrouwen een veilige abortus hebben kunnen ondergaan. Deze vrouwen konden vervolgens door met hun leven. Ze konden hun werk doen, hun gezin verzorgen, voor zichzelf zorgen, misschien een opleiding volgen, een carrièreperspectief ontwikkelen. Vandaag eren wij daarom Rebecca Gompertz en het is mij een heel groot genoegen om hier deel van te mogen uitmaken. En ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht.
It was exactly 10 years ago that I got in touch with Dr. Rebecca Gompertz. I was then a young college student, and there were discussions about to restrict abortion law in my home country, Turkey. I did not know her personally, but I watched Rebecca and her team traveling to countries where abortion is restricted. They were providing safe and legal offshore abortions on international waters. I was inspired watching such an international solidarity growing around safe abortion, and also by the determination of women to take control of their own bodies and lives. In my home country, Turkey, abortion has been legal since the 1980s. So I was lucky to grow up in a country where, with a relatively liberal abortion law, but I was afraid that the right to abortion is threatened with this recent attempt to restrict the gestational term limits. So I got in touch with Rebecca. And I remember reading Simone de Beauvoir growing up. And I was always aware that it only takes a political, economic, or religious crisis for women's rights to be called into question. And I saw that, unfortunately, abortion is always the first one on the line. Luckily, the attempts to restrict abortion in Turkey in 2012 created a public outcry with women taking the streets, and it thus failed. Following our initial contact in 2012, I joined the Women on Web team and started working on safe abortion advocacy and care provision. Women on Web was established in 2006, and it is one of the first telemedicine abortion services to ever exist. Initially, we had a harm reduction strategy. That is to say, we know that abortion bans are not preventing abortions from happening, but they are instead making abortions unsafe. More than 22,000 women and girls die due to complications of unsafe abortion each year. These deaths are preventable through safe abortion laws or services like ours. And these are only the reported numbers. Many more women and girls have to abandon their dreams, live in poverty and with violence because of the laws and regulations that force them into carrying unwanted pregnancies to term. And we know that political change and legal reform takes time, yet such eminently preventable suffering continues each and every day. Today, less than one-third of the countries in the world allow abortion on request. And the Netherlands is not even one of them because the Dutch law still reserves a claim to distress over abortion requests, delegitimizing women's simple and direct claim to abortion. Abortion is still criminalized in most parts of the world and in fact is only completely decriminalized in one country, which is Canada, and it is in all other countries, it is still in the penal codes and crimes acts and continue to be regulated differently than any other healthcare. And in this, again, as we just discussed, the Netherlands is no exception because abortion is still in the Dutch criminal code. Since its establishment in 2006, Women on Web has provided more than 100,000 safe abortions worldwide. The Women on Web help desk, which answers help requests and emails in 16 different languages, has answered more than 1,200,000 emails. Women on Web website, which is now translated into 16 languages, is being visited from all across the world. In 2019, only in 1 month, Women on Web website was visited by 2 million people. Alongside its service, Women on Web engaged in campaigns to achieve legal and political reforms in various countries. The change indeed happened in several countries. We saw it in Portugal, we saw it in Ireland. However, even in those countries where we could not see any legal change, we saw that the realities of women have changed. Where access to abortion is restricted, there is now a way to access safe abortion through organizations like Women on Web. And I want to emphasize that it actually goes both ways. So services like Women on Web work to ensure access to safe abortion, but they only do so because women find the courage to challenge the coercive rules imposed on them, and they assert their determination to control their lives and their bodies. So Women on Web works as a referral service between these women who seek safe abortion and medical doctors who can provide it. Women make an online consultation on our website where they answer a set of questions about their medical history and background, and this is a very similar type of consultation that you will have in person. Their consultations are reviewed by medical doctors, and unless there are any contraindications, they are approved and women are sent abortion medication. Women are informed on how to take abortion pills and what to expect, and they manage their abortions by themselves.
In case of questions, they can always write to Women on Web Helpdesk and doctors and receive a reply within 24 hours. In case of an emergency, they can always contact a local doctor and say that they are having a miscarriage, since abortion mimics a miscarriage, and receive the necessary treatment. Today, there is a wealth of evidence supporting the safety and efficiency of self-managed abortion. And in fact, the World Health Organization recommends that abortion can be self-managed up to 12 weeks of pregnancy. The WHO further suggests that self-management of abortion can be non-invasive and cost-effective and can empower individuals by giving them a sense of control over the abortion process and over their bodies. Over 15 years, Women on Web has contributed to more than 20 scientific articles supporting evidence-based policymaking around abortion. In our work, we have seen that women do not only choose self-management of abortion from a place of disempowerment because the laws don't allow them or because they have a past traumatic experiences, but also from a place of empowerment. Women want to be in control of their own bodies and lives, and they can do this by themselves. And we have to trust women, and yes, we can. So Women on Web operates with that principle of trust. One of the most common questions that I always receive about the work of Women on Web has always been, but how do you know if women are telling you the truth over the internet? How do you trust them? Indeed, we never know. But we inform women about the process. We explain them what to expect. We emphasize the importance of safety and following doctors' instructions precisely about the associated risks and consequences, so they know and they understand what this is about. And I think this aspect of knowledge production and dissemination has also been central to our work, even beyond the services we provide. In several countries, Germany is one example for instance, there are restrictions on public dissemination of abortion information. It was during a campaign in Portugal in 2004 that Rebecca was on television and she explained how to use abortion pills, step by step, alive on TV. And no one ever did that. No one unpacked and shared that information with women. Knowledge is power, and it's cliche to say, but I think this has been one of the key achievements of Women on Web across time, contributing to the democratization of abortion information by particularly enabling women's access to it. As I said before, I think research has been another big pillar of our work. Women on Web has contributed to many scientific studies and evidence around the safety of medical abortion and telemedicine abortion. Last year, for example, we conducted a study on telemedicine abortion provision in France, which was a measure that was just adopted temporarily within the context of the COVID-19 pandemic. And our study has shown that drivers of telemedicine abortion is beyond conditions unique to the pandemic. And in fact, needs and preferences over privacy, secrecy, and comfort were the most frequent reasons mentioned by women among their reasons for choosing telemedicine. Just a year later from this study, on 19 February 2022, France amended its public health code to permanently allow telemedicine abortion. One final and major aspect of our work that I also have to mention is public action. Abortion, particularly in countries with restrictive settings, can be very isolating. It remains as a taboo, underground, behind closed doors. Everyone knows that it's happening, but no one talks about it, and rightly so, because of the legal restrictions. And if we ever get lucky and abortion is discussed, it is talked in a negative way, and it has a negative image and imaginary around it. The campaigns of Women on Waves and Women on Web have brought along a different, and this time a positive image of abortion. The abortion ship making waves and taking women to international waters for safe abortion. The abortion drone blowing wind and flying over the borders carrying abortion pills. Or simply the image of women holding the abortion pills on their hands have become the new and bold image of fight for safe abortion. And I think we really needed those images. I would like to end my words by reading some thank you message that we received at Women on Web, because I can continue telling you about our work, but I guess this work is most meaningful for those who cannot make it to here or who cannot be in this room. And I also want to share it because these are really the best moments of our work. So I will start with a message from Rwanda. Now I just want to inform you that the abortion is complete.
I am well and very much thankful for your help. I have been thinking of suicide. Now you saved my life, you saved my honor, you saved my future, you saved people. I don't know what I would have done without you. I love you very much and will always love. From Malta. I'm a pro-choice 18-year-old girl in Malta, where abortion is still illegal, and many women in my country have chosen to do an at-home abortion by pills from your website during the pandemic because they couldn't travel to England or Italy to get one like usual. Thank you so much for saving so many women and girls in countries like mine. Organizations like yours give me a peace of mind that's hard to describe the enormity of. From Northern Ireland. I decided to keep my pregnancy, but the very fact that you enabled me a choice actually helped me to come to that decision instead of being forced into something without having options. Thank you. From Qatar. This experience has definitely made me more conscious of just how women, especially women like myself living in developing countries, can feel totally alone and helpless. I want to thank the Dutch founder of Women on Waves. I did some research. I was inspired by the story of the young girl who now lives in Amsterdam and was helped by Women on Web when she was in her home country many years ago. I also understand that Women on Web needs women like myself to help others, especially for those who do not have access to internet. I plan on helping women in my country realize that they have a choice and that someone out there actually cares about their lives and respect their choices. Thank you. Hello. I want just to say a few words about the piece I'm going to play. This piece was written by Calliope Soupaki for the Festival for Compassion that took place around all over the Europe in 2020. As an expression of compassion and solidarity for all the pain, struggle, and separation suffered during the first impact of the COVID crisis. This sentiment is also could be felt in the fact by the fact that this piece that you're going to play today played on a piano. It could be played also with a violin, a cello. It doesn't matter. The important thing is the message of compassion and solidarity. Thank you.
Ja, dat was echt prachtig. Thank you, Diane, for this impressive piece of music by Tsupaki. En ook Birgit Toubis en Hazal Atay. Bedankt voor jullie mooie voordrachten. Ik vond het heel interessant om toch te horen wat voor grote verschillen er bestaan tussen landen als het gaat over abortuspraktijk. Zoals we hoorden van Birgit, er is geen formeel VN-verdrag op het recht op abortus. Er waren wel die 7 punten, maar die worden blijkbaar ontzettend verschillend geïnterpreteerd. En dan is het natuurlijk prachtig dat Women on Web toch een belangrijke stap zet naar die toegankelijkheid voor abortus voor iedere vrouw. En dan ook bijdraagt aan de destereotypering, zoals we ook zo mooi hoorden in de bijdragers. En dan, Rebecca, is het natuurlijk bijna zover. Ruim 5 maanden nadat we bekend maakten dat jij de Alette Jacobsprijs 2022 ontvangt. Die bestaat uit een oorkonde, een foto van Alette Jacobs en ook een geldbedrag. Je krijgt straks ook nog de tijd om zelf uiteraard een dankwoord uit te spreken. En dan sluiten we de bijeenkomst af met muziek van Aidera Morangues onder begeleiding van Beatrice Madruga. En zij zingt het stuk Precious van Esperalda Spalding. Maar voordat we zover zijn, geef ik graag het woord aan de juryvoorzitter, Janka Stoker. En aan jou de eer, Janka, om het juryrapport voor te lezen. Fighting for what is right makes life worth living. Al dus Alette Jacobs in 1921. Die zin is eigenlijk van toepassing op alle eerdere prijswinnaressen, maar past als geen ander bij de winnares van vandaag. De jury van de Alette Jacobsprijs 2022 heeft dit jaar met grote overtuiging gekozen, u weet het inmiddels, voor Rebecca Gompert, oprichter van Women on Waves, Women on Web en Aid Access. Rebecca Gompert werd geboren in Suriname en groeide vanaf haar 3e jaar op in Nederland in Vlissingen bij de zee. Ze ging medicijnen en beeldende kunst studeren, volgde een zeilvaartopleiding en deed een master in public policy aan de Princeton University in Amerika. In 2014 promoveerde zij aan het Karolinska Instituut in Zweden op het proefschrift Task Shifting in the Provision of Medical Abortion. Het belang van toegang tot veilige en legale abortus werd haar duidelijk tijdens haar co-schappen in Afrika, waar ze te maken kreeg met ongewenste zwangerschappen van vrouwen. Eenmaal arts ging ze in Nederland werken in abortusklinieken en bij Greenpeace. Met Greenpeace voer ze naar Zuid-Amerika, waar ze veel schrijnende verhalen hoorde van vrouwen die leden onder de gevolgen van ongewenste zwangerschappen en het gebrek aan toegang tot veilige legale abortus. Dit inspireerde haar om in 1999 Women on Waves op te richten. Met de boot Aurora, die al gauw bekend stond als de abortusboot, kon ze buiten de territoriale wateren van landen waar abortus illegaal is, toch abortus aanbieden. Het verzet in veel landen was groot en er volgden bedreigingen, demonstraties en acties om te voorkomen dat de boot ergens aanlegde. Ondanks, of misschien ook een beetje dankzij, het verzet waren de campagnes een groot succes. Women on Waves wordt wereldnieuws en het zet het onderwerp abortus daarna in veel landen hoog op de politieke agenda. In 2005 richt Gompert's Women on Web op, een organisatie die de online toegang tot anticonceptie en veilige abortusdiensten faciliteert. Time Magazine riep haar in 2020 uit tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld en noemde haar in deze onzekere tijden, en dat zijn het, een baken van hoop. De criteria. Bij de keuze van de laureaten, en heel veel mensen hier weten dit, maar Rebecca misschien nog niet, hanteert de jury van de Alette Jacobsprijs de volgende criteria. De laureate is een vrouw. Ze heeft zich nationaal of internationaal verdienstelijk gemaakt op het terrein van de emancipatie. Ze bekleedt een voorbeeldfunctie, bij voorkeur op een voor vrouwen niet traditioneel vakgebied. Ze is zich bewust van de rol die haar seks heeft gespeeld in haar loopbaan, of ze vervult een voortrekkersrol op het gebied van emancipatie. En ze heeft een universitaire binding of is academisch gevormd.
Nou, wat is nou onze motivatie? Rebecca Gomperts krijgt Aletta Jacobsprijs vanwege haar strijd voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen wereldwijd. De jury waardeert Rebecca Gomperts vanwege haar indrukwekkende strijd voor deze rechten en vanwege de moedige wijze waarop zij zich onvermoeibaar inzet voor vrouwen over de hele wereld. Want het was en is geen gevaarloze strijd. Zoals we in de documentaire Vessel hebben kunnen zien, werd Gomperts in verschillende landen vijandig ontvangen. Tegelijkertijd heeft zij, juist door controversieel en creatief te handelen, en doordat ze voor de duvel niet bang is, ervoor gezorgd dat abortus in veel landen hoog op de politieke agenda is gekomen. En ik zet nu even mijn stem uit 1900 op. De vaste overtuiging echter dat de zaak die ik diende ten volle mijn zorgen loonde, het innig bewustzijn niet alleen individueel leed te kunnen verzachten, maar ook een groot sociaal belang te behartigen, schonken mij de kracht op het eenmaal ingenomen standpunt te blijven volharden. Aldus, u raadt het al, Aletta Jacobs over haar strijd voor anticonceptie. En het had natuurlijk over Gomperts kunnen gaan. Juist in dit Aletta-jaar, waarin het 150 jaar geleden is dat Aletta Jacobs haar studie aan de Rijksuniversiteit officieel begon, is er geen winnares die meer met Aletta gemeen heeft dan Rebecca Gomperts. Allebei arts, allebei activist, allebei niet super gezagsgetrouw en beide onverschrokken op de bres voor vrouwen in moeilijke omstandigheden. Zoals Aletta Jacobs zich jarenlang inzette voor vrouwen in de volkswijken van Amsterdam die geen toegang hadden tot medische zorg en voorlichting, zo helpt Rebecca in Amsterdam en wereldwijd vrouwen door het geven van informatie, cursussen en medicatie. En zoals Aletta het pessarium als voorboedsmiddel introduceerde, waardoor vrouwen een keuze kregen, zo introduceerde Rebecca de abortuspil in vele landen als een veilig en effectief middel tot geboortebeperking. Wereldwijd eindigt bijna 1 op de 3 zwangerschappen in abortus, maar tegelijkertijd neemt de toegang tot veilige abortus in veel landen af. 25% van de wereldbevolking leeft in landen met zeer strenge abortuswetten en als gevolg daarvan ondergaan ruim 20 miljoen vrouwen per jaar een onveilige abortus. Duizenden vrouwen overlijden jaarlijks na een onveilige ingreep. In allerlei landen wordt de abortuswetgeving alleen maar weer strenger. Denk aan sommige staten in de VS. Of denk aan China, waar de toegang tot abortus binnenkort misschien mogelijk wordt afgeschaft, omdat het land in snel tempo vergrijst. Er is in Nederland gelukkig ook goed nieuws. De Tweede Kamer, we spraken net al even over, nam begin februari het wetsvoorstel aan om de verplichte bedenktijd van 5 dagen voorafgaand aan een abortus af te schaffen. Binnenkort wordt bovendien het wetsvoorstel over de abortusbil besproken. Die wet moet het mogelijk maken dat huisartsen middelen mogen verstrekken om een zwangerschap in het beginstadium af te breken. Maar we zijn er nog lang niet. Abortus staat in Nederland nog steeds in het wetboek van strafrecht. Gomperts gaat gelukkig dus door met haar strijd. In haar ideale wereld hoef je niet naar een arts voor een abortuspil, maar moet deze zonder recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek of de drogist, bij voorkeur als anticonceptie. De middelen die ervoor kunnen zorgen dat vrouwen een veilige abortus op hun eigen voorwaarden kunnen krijgen, zijn inmiddels immers beschikbaar. Rebecca Gomperts ziet het als haar taak om duidelijk te maken dat het recht van de vrouw om te beschikken over haar eigen lichaam een fundamenteel mensenrecht is. Zij zet zich als een Aletta van de 21ste eeuw dapper en onophoudend in voor de gezondheidsrechten van vrouwen. En, net als dokter Aletta Jacobs, slaagt zij erin om daarmee de wereld voor vrouwen echt beter en veiliger te maken. We hadden ons in dit Aletta-jaar inderdaad geen toepasselijker winnares kunnen wensen.
die weer aannemen. Ja. En dan hoort natuurlijk een momentje aan. Dankjewel, alsjeblieft. Ja. Ik moet zo'n ding hebben daar. Oké. Ik ben helemaal stil en ontroerd. Dank jullie ontzettend voor de prachtige bijdrage en de lezingen en de prijs. En ik voel me enorm vereerd. En ook de organisatie is geweldig. Nou, ik had een hele. Ik kreeg vanochtend een telefoontje. Ik had een hele lezing voorbereid. 50 slides. Dus zei ze. Ja, je hebt maar een paar minuten, dus. Ik ga het toch doen, want ik heb geen andere manier om hier doorheen te komen. Dus ik ga gewoon beginnen en ik ga heel snel. Ja? Oké, wat ik heb gedaan, ik heb het boek gelezen van Aletta Jacobs, Herinneringen. En het was voor mij heel erg interessant. En toen heb ik geprobeerd aan de hand van een aantal dingen en thema's die heel belangrijk voor haar waren, om daar iets over te zeggen, ook in relatie tot het werk wat ik met mijn team en mijn collega's en vrienden en familie heb gedaan. Ik wou ook wat zeggen over de voormalige prijswinnaars, want die zijn ook heel belangrijk geweest. Bijvoorbeeld minister Borst, die heeft in haar laatste Kamerdebat, heeft zij toestemming gegeven om de abortusboot, dat hij verder kon varen en dat, dat we verder konden met de campagne. En dat was zonder haar was dat echt niet gebeurd. En daar is heel veel lobby aan vooraf gegaan. En er zitten hier mensen in de zaal die daar heel actief aan mee hebben gedaan, die haar daarover hebben gesproken. En mijn enorme dank aan Wij Vrouwen Eisen daarvoor. Nou, dan hebben we natuurlijk Gunilla Kleiverdaan, mijn partner in crime voor meer dan 20 jaar, met wie ik dit allemaal samen heb gedaan. Khadija Ariep, ook voormalig prijswinnaar, die hier je met Gunilla samen op de foto ziet tijdens de campagne in Portugal, toen we politici uitnamen om uitnodigden om naar de boot te komen. Maar Aletta heeft ook dingen over de oorlog gezegd. And actually I prepared this in English. So if it's okay, I will continue because I translated her quote. So in a conversation with the German, she writes in her book, in a conversation with the German general, I insisted that war was unthinkable in civilized countries because the people had become too developed for it. How wrong was I then in the mentality of the people in different countries? And this was before First World War in 2012. And I think we're actually all that shocked as well this time. How ignorant have we been? And how surprised with this new situation that we created? I need to say something also about Russia in this context, because Russia is also since years trying to reduce the right to safe abortion because of population growth that they want to encourage to raise soldiers, of course, we now know. And then Aletta have said things on activism, and I want to refer to what she said, and then I will give some examples of the work, how we worked as well. So she wrote, although she was very personally very opposed to the suffragettes, and then I go continue. We often said to each other, a sensational performance appears to be necessary to set the world upside down for the world interest. For example, it was explained when a large group of women in China wanted to claim their rights, they started to smash the windows of the parliament building. And this was because it was everywhere in the newspapers that the suffragettes were doing that. And the suffragettes were bombing houses. They were real terrorists at that time. They bombed houses of the parliamentarians. And so I think actually the anti-abortion groups learned more from the suffragettes than the abortion rights groups did. Because, for example, in the United States, there have been 8 murders, 17 attempted murders, 42 bombings, and 186 arsons targeted at abortion clinics since 1977. So we don't do that. We try to use more pacifistic methods. And I'm going to pass through this one.
So one of the things that we started doing in the last years is that we developed campaigns where women are taking the abortion pills themselves as a way to show how we take our lives in our own hands. And this happened for the first time during the abortion pill bus campaign in Ireland, where women from Ireland traveled to Northern Ireland to pick up the pills, and then the parliamentarians took the pills in front of the media. This was repeated in South Korea, again in Northern Ireland, in Poland, and now the activists in the United States are doing the same thing. Another example of this, where the ship is hard to reproduce as a campaign because it's very complicated, but the abortion pill is the way that people can, everybody can do it all over the world, taking these abortion pills publicly. And the other thing what happened is the Safe Abortion Hotlines, that we, for the first time, we launched the Safe Abortion Hotline in 2008 in Ecuador, and we hanged a banner on the Virgin of Quito with the number. And since then, and this is an academic paper, the abortion hotlines have taken over the world, and especially in Latin America. And that was actually the beginning of the Green Wave that legalized abortion in Argentina, in Mexico, and now in Colombia, because it were the feminist groups that used the power of giving information and giving the pills to women themselves. So Arletta actually didn't say much on abortion. She said something, usually in the man in question dismissed, that it was that he said she was attacked, that she was providing abortion services, and then they said that contraception is the same as abortion. And then she says, well, it's illogical to anybody who knows that the latter is a criminal offense and the former is a lawful act. And that is where we want to make the change, because we want to make actually abortion and contraceptive as one continuing action, instead of that it's so separated as it's now, because it's not. It's not a separated issue. So we heard a lot about what happened in the Netherlands, but I want to mention a little bit what was our role in that, because we're actually proud of that. So in 2015, we started training general practitioners in the abortion pill, because we heard that it would become available in the pharmacy. But the state didn't want to. The Dutch government wanted to stop it. And then, together with Clara Wichman Institute, we sued the Dutch government. And the decision in this actually, we lost more or less, but not really, because the court said, well, it's not clear whether it's illegal or not to do. And then we interpreted that in a rule of law country, something really has to be illegal in order to be able to prosecute it. That's the fundamental principle of a rule of law society. And that was the moment that actually a group of general physicians started providing the abortion pill. And they published about this in 2018 or 19, the first cases that general practitioners provided the abortion pill to women. Now, and then the corona crisis hit, and we did another court case to say that we wanted to send the abortion pills to women, or to give it to them at least. And 2 months later, the distributor made the abortion pills available through the pharmacies on prescription. So actually, when I write a prescription now, for anybody everywhere in the Netherlands, they can go to the pharmacy and get the abortion pills. So we also did research in order to establish what is the obstacles to abortion care in the Netherlands. I'm not going to go into details. I'm going to quit this as well. And so we also did research into how many general practitioners are actually willing to provide the abortion pills. And this research was just published a week ago. It's now online in pre-publication. And we found that more than half of the general practitioners are willing to prescribe the abortion pill for abortions, and another 30% extra for the treatment of miscarriage. So it's really interesting, because this is going to be the fundamentals of the political debate that is going to happen this Thursday. And then the vote on this law will be next week. Now, we're not finished, as we said. And this, again, this is the work of Wij Vrouwen Eisen, on which shoulders I stand, as well as on Aletta Jacobs. And so the next thing is really that it has to be removed from the criminal code, because a normal medical procedure doesn't belong in a criminal code. Now, also a few words on the United States. When I started Aid Access 2018, I didn't know that it would become restricted. And so since a few
since September, Texas banned all abortions after 6 weeks. But because of all the data that we collected, and I work with the University of Texas, we have actually been able to document the increase in requests of the abortion services from Aid Access. And this was also just recently published, and we saw an 1,080% increase in the request from women from Texas. So now what is going to happen is in the United States, the Supreme Court is going to overturn this Supreme Court decision, Roe versus Wade. And they expect that in the next year, 28 states will ban abortion from 6 weeks. So we are going to document that and continuing documenting that. And we hope that the data will be used in the Supreme Court cases and in the other court cases that are coming. As we know, Viagra is very easily accessible, and this is still the restrictions that we have in order to get access to the abortion pills. And Viagra is more dangerous for women to use than an abortion pill. 1 in 20,000 men die when using Viagra. And the abortion pill, it's less than 1 in 500,000. A letter on voluntary motherhood, and this is my final, am I still in time? How many minutes do I have? Okay, so she prescribed the PSI, and what's interesting is that since I'm working again since a year to help undocumented women in the clinic, I see so many women that are struggling with their contraceptives, and I actually advise them to use the PSI because it's very underutilized, and it's a very good method for many people. It's for women, it's under their own control. And she said that it's time. Let me end this chapter by pointing out that after all these years, no better means have been found for preventing unwanted birth than this Masinja Pessari that was already prescribed by me. And that is now going to change, because we are going to work on a new contraceptive. If you think about it, it's more than 50 years ago that the last contraceptive method for women has been developed, the combined oral contraceptive or the combined hormonal contraceptive in its different forms, not only pills, injections, plasters, whatever, but it's still the same system. So we are going to make sure that mifepristone, which is also the abortion pill, will become available as a weekly contraceptive, as a morning after pill, so that women can really work on their own fertility in a very fluent method, on demand, how it fits their own life. So this is all the research I'm going to continue. Now, thank you. And so my thanks are to very many people, the crew of the boat, of the abortion boat, all the very brave women that joined this adventure and stood up against military warships. Thank you. Now, all the volunteers that participated, and there are really hundreds of people, and my friends that you can see there as well, who helped all the time, packing, supporting, lawyers that were there to make sure that all the court cases were won. And I'm not going to name people because I'm really afraid to offend anybody that I would forget. And I just want to say I've thought about all of you, and thank you. And I also want to thank the people in India that are shipping the medicines and the pharmacists, the women pharmacists that are preparing all the packages. And I want to thank the Women on Web Help Desk team who have worked tirelessly for the last more than 15 years to help to answer all these women with real compassion and making it an event for women with dignity. And I think this is what is very important. It's not just a medical need. It is about people's dignity, that you can do this on your own terms in the way that fits your life. I want to thank my family, my kids, who have been always very enthusiastic with me. Yeah, my schat. And my father, who died last week, but he was always there supporting me. And my mother, who's not here because she couldn't make it, but she's on the photos as well. And Willem, the father of my children, the work wouldn't have been there either without your support, so thank you. And then I want to start with, this is the last sentence, actually, of the book of Aletta Jacobs. And it's about her father, which she lost. Don't worry, dear father.
You often worried about me. I can't sit. Thank you. Hello everyone, my name is Idaira Morages and this is Beatriz Madruga, and we're very happy to be here for you all today on Women's Day. Today we're gonna sing and play for you the song called Precious by Esperanza Spalding, a known jazz bassist and singer from Portland originally. And I chose to sing this song for you all today because for me it empowers femininity, feminism, and love, and her love. And no matter what her partner asks from her or her lover, she is explaining that her love is divine and precious and will always be that. So I hope you all enjoy. La 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 lo ra di la 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 lo ra di la la. Love me or leave me, but please don't deceive me and say you love me how I am. You love the way I fit some ideal, not the real woman you've yet to understand. See, love ain't no heaven and I am no angel. I do the best I can. You always wanted something more from my body and said you needed something more from my loving. But all you got was me and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. Excuse, but all the magic was used upon trying to uphold some kind of tame, flattering persona that soon enough was getting real old. It takes more than pressure to change rock to diamond. Now all you have is sand slipping through your fingers. Wanted something more from my body and said you needed something more from my loving. Me and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down, but I'm not gonna sit around and waste my precious divine energy trying to explain and being ashamed of what you think is wrong with me. I'm not gonna sit around and waste my precious divine energy trying to explain and being ashamed of what you think is wrong with me. Thank you.
Thank you. Beatrice Madruga, on guitar. Nou, dat was echt weer fantastisch. Het is ook heel mooi te zien al dat jonge talent van het Prins Klaus Conservatorium, wat ons van de mooiste muziek vanmiddag heeft voorzien. Maar jij ook enorm bedankt, Rebecca, voor jouw prachtige toespraak. Misschien dat je het zelf een beetje snel vond gaan, maar het gaf een heel mooi overzicht. Nou ja, dat zagen we gisteravond ook over echt je drijfveren. En waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En wat ik zelf ook heel mooi vind, is dat je dat ook nog weet te combineren met echt degelijk wetenschappelijk onderzoek. En dat is, denk ik, toch ook echt een unieke combinatie. Dus nou, echt fantastisch. En ik denk dat iedereen na deze middag overtuigd is, nou, dat jij echt de moderne Aletta bent van deze tijd. Dus echt heel erg mooi. En graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik om je namens het hele college van bestuur uiteraard te feliciteren met deze Aletta Jacobsprijs. En ik hoop ook, gisteravond zagen we al veel studenten en ik hoop dat er nu ook studenten in de zaal zitten, dat je ook echt een inspirator bent voor de huidige generatie. Want we hebben nu ook dit soort activistische mensen natuurlijk nodig, want dat brengt ons verder. Nogmaals heel erg dank daarvoor. Nou, ik wil u allemaal natuurlijk heel hartelijk welkom, heel erg bedanken voor uw komst hier naartoe. Ik hoop dat u allemaal net zo genoten heeft van deze middag als ik zelf heb gedaan. We hebben nu nog een receptie beneden in de Spiegelzaal en de Bruinzaal. Daar bent u van allen hartelijk voor uitgenodigd. Ik wil u er nog wel op wijzen dat we natuurlijk overheidsmaatregelen hebben in het kader van corona. En dat betekent dat we geen handen schudden. Graag uw begrip daarvoor. Ik zou zo de laureaat en haar familie als eerste willen verzoeken de aula te verlaten. Dan de eerste rijen en dan mag de rest volgen. Alvast bedankt voor uw medewerking en wel thuis voor later vandaag.